Maar ik begin vanavond met dit mooie gezelschap hier aan tafel, namelijk de bokserse Wies van Haren. Die behaalde met haar danspartner Wesley van Riel maar liefst de vijfde plek op de NK van ballroom dansen in Almere. Ja, dat vond ik reden genoeg om hen aan tafel uit te nodigen. Wies en Wesley, van harte welkom. Nou, we hebben hier een mooi kleurrijk paar, als ik het zo mag zeggen, aan tafel zitten. Jullie worden ook wel Wiesli genoemd, hè? Heb je dat zelf uiteraard bedacht, neem ik aan, de naam, of hoe is dat gekomen? Dat is een beetje ontstaan op een gewone vrije tijdskamp. Ja, ja. Dus er was ook iemand die ging onze naam ging zo bedraaien dat het uiteindelijk Wiesli werd. Dus ja, dat is er een beetje ingebleven. Ja, nou, ik vind het een leuke naam om jullie heel goed voor te stellen thuis. Want we hebben het over de NK Ballroom Nederlandse kampioenschappen. De meeste van u thuis op de bank hebben allemaal vroeger verplicht of geheel vrijwillig. Of ertussenin natuurlijk de verplichte danslessen gevolgd. Ik met heel veel smaak moet ik zeggen, voor mij is het erg lang geleden. Ik wil heel graag met u gaan genieten van de verschillende dansen in die finale. Ik wil zwijmelen met prachtige jurken, mooie muziek. Laten we gaan kijken naar de mooie beelden uit Almere. U staat aan bij. Hier is uw tweede dans, voetstappen. Toch best goed hoorde ik volgens mij, hè Wesley? Zou jij dat niet? Of, Ja, we was ook nog even een beetje aan het observeren van waar het ook weer verbeterd kon worden. Dus, Oké. Nou, ik vind het prachtig uitzien. En ja, ik ga eerst echt een vrouwending. De jurk. Hoe kom je aan de jurk? Mijn trainster, Monique, die maakt zelf ook jurken. Zo. En ja, daar heb ik mijn jurk bij gemaakt. Ik wilde graag een flitsende, felle kleur. En, ja. Nou ja, goed, zij weet gewoon heel goed wat bij mijn wensen past. En zodoende ben ik eigenlijk tot dit gekomen. Dus, prachtig, ja. Prachtig, ja. Prachtig. Jullie zijn in 2011, meen ik, als ik het goed gelezen heb, gestart als officieel danspaar. Hè? Vertel eens Wesley, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, we waren eigenlijk eerst al een stelletje. We trainen namelijk in dezelfde groep. Dat was al een tijdje. Zij had in eerste instantie een andere partner, ik ook. En eigenlijk na november is dat toevallig alle twee bijna tegelijk uit elkaar gegaan. En vervolgens waren alle relaties, dus de klik was snel gelegd. Dezelfde trainingsgroep, dezelfde trainers, je relatie, dus klik was er al. Dus, mooier kan niet, nee. Wat dat betreft. Hoe vaak trainen jullie eigenlijk? Volgens mij iedere dag of zit ik er dan naast? Niet helemaal elke dag, maar we zijn er wel elke dag mee bezig. Zo. We doen niet alleen maar gewoon danstraining, maar conditie, krachttraining. En ook een stukje performance. Dus ja, ook danstechnisch, van hoe je goed overkomt op de vloer. Mm-hmm. En daar zijn we zo'n 5 tot 6 keer in de week wel mee bezig. Jeetje. Ja. En daarnaast, want ik kan me zo voorstellen, naast de dansen... Ik denk niet dat je ervan kunt leven, laat ik het zo maar even zeggen. Wesley, wat doe jij dan na? Klopt het dat jij in de schoenenbranche zat?
Ja, ik zit ook nog op school. Als het goed is, krijg ik voor 1 oktober nog mijn diploma voor fitnessinstructeur met daarbij sportmassage. Zo. Ja, en als bijbaantje doe ik daarnaast ook nog eens in de schoenenwinkel, doe ik ook nog even mijn bijverdienst. Om ook natuurlijk alles omtrent mijn dansen, de lessen en de trainingen, alles te kunnen bekostigen. Ja, want hoe duur is het? Wat moet ik me daarbij voorstellen op jullie niveau? Nou ja, als je echt alles bij elkaar rekent qua lessen, wedstrijden, dan kun je toch zeker wel zeggen dat je zo'n €700 in de maand zeker wel kwijt bent. En dan doe je nog niet gek met buitenlandse wedstrijden of dat per soort persoon dingen. Of per paar? Per paar. Zo'n €700-800 ben je toch zeker wel kwijt. Jeetje. Ja. En het prijzengeld, staat er ook nog iets leuks? Bij voetbal word je schatrijk, ja. Maar hoe zit dat bij jullie? Was dat maar. Nee, we hebben helaas nooit echt een prijs die we kunnen winnen. Het is echt puur een passie eigenlijk die we doen en een sport. En je geld ermee winnen, dat zit er helaas niet in. Nee. Jammer hè, eigenlijk. Ja. Want je doet er heel veel voor. Hè? Ja. Nu zag ik op de beelden, voor iedereen die thuis mocht denken van... Ja, ballroom, nou je heeft kunnen zien, dat is alles behalve saai en oudbollig... Sterker nog, ik hoorde mensen aan de kant meeroepen, toejuichen. Dat wist ik niet meer. Volgens mij was dat vroeger wel veel, veel strenger en stiller. Is dat echt veranderd de laatste tijd, Wies? Het ballroomdansen zelf is wel heel erg veranderd. Vroeger was het een beetje een hobby van mensen. En nu wordt het toch wel ook meer gezien als een sport. Oké. Ja, dat is wel een heel groot verschil. Dus ook, het is allemaal wat meer met je lichaam, ook met kracht en met uithoudingsvermogen. Terwijl het vroeger wat rustiger was. En ik denk dat daarom het ook wel misschien op het publiek, zeg maar, zijn neerslag heeft. Ja, ja. Precies. Ja. Nu, Wesley, jij bent geboren en getogen Bossenaar, als ik het goed heb. Ja. Wies, jij bent een bokselse, hè? Ja. Gaat dat goed zo met de Bossenaar? ze zegt niks. Ik hou me mond. Nee. Nee, het is een grapje, weet je niet, maar ik vind het zo leuk. Nee, maar je bent de echte bokselse. Ja. Heb jij in Bokstel ook op de eerste dansles gezeten? Of hoe was dat bij jou? Waar was dat? Ik ben bij Else Kees begonnen. Ja. En helaas stopte die dansschool. Mm-hmm. Het was eigenlijk heel erg gezellig en lekker dicht bij huis. Maar ja, goed, dan ga je toch op zoek naar nieuwe scholen, dansscholen in de omgeving. En, ja. Ik ben uiteindelijk in Elshout uitgekomen en bij Anthony en Monique. En zij hebben gewoon wel echt een grote dansschool, mm-hmm. waar ze ook vooral op wedstrijddansen gericht zijn. Ja, wist jij toen al dat je daar wel ambitie voor had, zeg maar? Niet, het is echt wel gegroeid. Ja, vooral omdat het ook wel, toch wel een kostenplaatje en tijdinvestering is. Ja. Dus je moet daar op een of andere manier in groeien. Maar van het een kwam het ander en steeds word je toch wel weer een stukje fanatieker. En dat blijf je er wel in. Ja. En toen ben je Wesley tegen het lijf gelopen? Ja. Ook met dansen of zo? Zoiets. Nee, we dansen bij dezelfde dansschool. En je bent daar gewoon 4-5 avonden in de week. Je ziet elkaar veel dus, dan, hè? Ja. En daarnaast spraken we wel eens af. Hm. Dus dan merk je toch wel dat je... sneller binnen de danswereld een relatie krijgen. Ja, maar ik denk dat het overal dan wel zo gaat, hè? In de business en overal. Ja. Dus daar zijn jullie natuurlijk geen uitzondering op. Wesley, ik hoorde jou al spreken over de opleiding, over fysio en dat soort zaken. Het was nu de NK in Nederland, in Almere, 5e plek. Ik heb er geen verstand van, maar het lijkt mij gigantisch knap om die plek, de finale, zeg maar, te beëindigen op die dag. Hoe kunnen wij ons dat voorstellen qua internationaal? Hoe gaat dat? Maak je daar kans op? Of is dat een heel ander circuit? Wat kun je daarover vertellen? Het is wel een heel ander circuit. Het niveau ligt natuurlijk ook wel veel hoger. Als je bijvoorbeeld alleen al ziet dat de nummer 1 van Nederland, dus op dit moment Nederlands kampioen, die staat op de wereldranglijst 98ste. En op een wereldranglijst staan 2500 paren. Jeetje. Ja, het is echt... Het niveau daar is echt bizar hoog. En als wij daar tussen staan, dan zul je denk ik... ons bijna niet zien, omdat het allemaal zo hard gaat. Ja? Maar we hebben wel absolute ambitie om ook vooral internationaal ons neer te zetten. En ook te laten zien van, kijk, wij zijn misschien maar een klein kikkerlandje. Maar ook wij hebben kwaliteiten. Ja. En dat is ook wel een ambitie die ik heb.
Nou, een mooi streven lijkt me, hè? Nu, als ik de beelden van net bekeek, die overigens door jouw vader, meen ik, gemaakt zijn. Hè? De trouwste fan, denk ik. De grote, een van de een grootste. Van de, Je hebt er een heleboel, volgens mij. Ja, is het in die wereld ook zaak van promoten, netwerken, gezien worden, dat soort dingen? Of is het echt puur de prestatie die je op de vloer, zeg maar, levert? Nee, het is wel, er komt echt veel meer bij kijken. Het is ook een stukje promotie, juryleden. Het is uiteindelijk een jurysport. Dus ook jezelf laten zien en gezien worden is wel heel erg belangrijk. Okay. En wat dat betreft denk ik wel dat het belangrijk is om ook het ballroomdansen ook wel weer een beetje te promoten. Want dat is ook wel iets. Bij deze, ik bedoel, het is hartstikke leuk om te doen. Maar wat ik leuk vind om te horen is dat, wat veel mensen kennen van vroeger, het verplichte nummer. Hè, want het hoort bij je opvoeding of in de cultuur. Is het dus veel meer. Je hebt het over krachttraining en dat soort zaken. Presentatie. Dus het is, het zou mooi iets zijn als we allemaal, ik zou willen dat ik het kon. Trouwens, want we waren eigenlijk van plan om dat ik een proefles van jullie zou krijgen. Maar ja, we waren natuurlijk ook bij de Ster ZLM Tour. We waren op allerlei plekken aan het filmen. Het ging allemaal niet. Maar ja, wie weet ooit in de toekomst. Ja. En we hadden vanavond aan tafel Willem Boulay uit Liemde uitgenodigd. Hè? Die kon helaas niet, want die is heel druk bezig. En dat wist jij weer te vertellen. Waarschijnlijk met Talpa, hè? Ja, hij doet mee in een dansprogramma. En dat doen ze ook vanuit Anthony en Monique. En dan gaan ze dus inderdaad met een hele groep gaan ze dan aan de Talpa-show meedoen. Iets voor jullie om dat te doen? Of hoe ligt dat? Nee, op dit moment niet. Wij willen ons echt heel erg graag richten op het individuele dansen. En wij willen ook veel meer internationaal gaan. Mm-hmm. Dus dat zei je meer ook, richten daarop. Ja. Ja. Wat is eigenlijk... Ja, want jij hebt met Willem gedanst, hè? Ja. Dat zei hij ook, dat is ook bijzonder. Ja, dat is mijn eerste danspartner geweest. Ja, leuk. Wat is de volgende wedstrijd die op jullie agenda staat, Wesley? Dat is 7 juli. Dan gaan we naar Wuppertal in Duitsland. Mm. En dan doen we mee aan een internationale competitie. En vervolgens is eigenlijk de planning eind juli. In Zevenbergen zijn er nog 2 competities waar we mee kunnen doen. Daarna zijn we een hele week in Italië op trainingskamp. Wel ja. En, maar ook duur lijkt me dan. Er zit ook wel een heel goed prijskaartje aan. Ja. Wij denken Italië, vakantie en dansen, maar zo is het dus niet. Het is echt een pittige toestand lijkt me dan. Ja, dat is wel hard werken dan. En is dat dan meteen ook geen goede kans om jezelf op de kaart te zetten? Moet je dan extra flamboyant gekleed komen? Moet je dan opvallen, net als bij Idols of al die talentenshowen? Hoe hebben jullie al een strategie? We willen vooral eigenlijk opvallen door het dansen zelf opvallend te maken op de vloer. Ja. En daarnaast vooral gewoon eigenlijk onszelf blijven. We houden niet zo van allemaal bombarie eromheen. Gewoon door echt heel hard te werken en heel hard te trainen. En vooral je ook op veel wedstrijden te laten zien. En dat is wat wij heel graag willen doen. Ja. Dus veel wedstrijden dansen en daar ons laten zien. Ja. Ja. Het is natuurlijk jullie grootste passie. Ik hoorde net toen jullie binnenkwamen een beetje last van spierpijn. Dat hoort er natuurlijk bij. Als ik zie wat jullie aan bewegingen maken, dan denk ik, wow, daar komt echt heel veel bij kijken. Wat zijn de momenten waarop je denkt van, nu heb ik toch echt even geen zin? Wat is er dan aan de hand, bijvoorbeeld? Ja, die momenten die zijn er eigenlijk bijna niet. Want het is nog steeds een hele grote hobby. En we gaan nog steeds met heel veel plezier gaan we naar elke training eigenlijk toe. Nou, mooi. Dus eigenlijk zijn er geen momenten waarop we zeggen van, laat me zitten, het hoeft vanavond niet. En zijn er dingen, welke dingen vinden jullie tot slot om het even af te ronden? Ik zag de Slow Fox. Dat lijkt mij de moeilijkste dans die er is. Ik snap echt niks van het tellen. Ik ben ook totaal onervaren natuurlijk. Klopt dat die heel ingewikkeld is? Of? Ja. Het wordt gezien als de moeilijkste dans. Okay. Ja, en toen wij samen als partnership begonnen, toen was dat ook een dans waar hij heel veel moeite mee had en echt heel erg tegenop zag, terwijl het mijn lievelingsdans is. Nou, dat is dan wel weer mooi, dat je elkaar kunt liften dan. Ja, ja. Symbolisch. En, nu is het ook wel eigenlijk samen wel een van onze beste dansen, dus dat is dan wel grappig. Ja. Prachtig. Ja. Ja. Nou, ik wou nog schoenenvragen stellen, maar dat ga ik helemaal niet doen. Ik vond het geweldig dat jullie tijd hebben gemaakt hier bij Dommeland Live. Heel veel succes en plezier in Wuppertal. Ik volg jullie via Facebook, kunnen jullie thuis ook doen, hè? Want het is hartstikke leuk om daar de beelden van te zien natuurlijk. Dankjewel, wij gaan naar een andere sport, namelijk het wielrennen.
Want zoals ik straks al aangaf...